Oh, die! Hey. Gaan wij helemaal. Isas! Ja, dat dacht ik al. Dat doe jij niet, hè? Dat doe jij niet. Dat doe jij goed, bro. Het is mijn chops. Zo, we beginnen de dag vandaag extra lekker. Ik heb lekker broodje ei met spek en kaas. Kijk hoe lekker. En we hebben weer bezoek van de Pippi. Pippi, hey. Hey, en Pippi. Pippi, hey. Nu ik lekker mijn ontbijt hier heb, heb ik eigenlijk iets heel leuks wat ik wilde doen. En daar dacht ik vanochtend over na toen ik in mijn bed lag. Toen dacht ik daarover na en toen dacht ik, oh, dat wil ik doen vandaag. Het is namelijk zo, meestal reageren jullie natuurlijk wel eens op mijn video's. Ook bij andere YouTubers, gewoon leuke dingen, soms wel stomme dingen. Maar over het algemeen reageren er aardig wat mensen op mijn video's. Heel erg leuk, vind ik echt super leuk om te zien. Maar toen dacht ik, vandaag, onder deze video, gaan we een keer helemaal los. Laten we proberen om gewoon de hele comment sectie helemaal vol te gooien met wat je maar wil. Hou het een klein beetje netjes, maar gewoon wat we maar willen. Alles mag erin, zoveel mogelijk reacties plaatsen. En ik ben benieuwd hoeveel reacties we dan kunnen halen. Dus, ben je nou aan het kijken naar deze video? Misschien is het leuk als jullie tegelijk zoveel mogelijk reacties willen plaatsen. Dat lijkt mij super grappig. En ik ben gewoon benieuwd hoeveel reacties we dan kunnen halen. En als je dan toch bezig bent met al die reacties plaatsen onder deze video, om het helemaal vol te gooien, vergeet dan zeker weten niet ook even te abonneren. Want we gaan echt super lekker. En dit jaar gaan we voor de 600.000 abonnees. Oh, jij komt er weer aan. Jij denkt hij heeft eten? Ik kom er weer aan. Ja, ja. Ik heb jou wel door. Hey. Ik heb jou wel door. Ja. Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Nee. Nee, we gaan zeker niet jou wat chaps geven, vriend. Ja, dat dacht ik al. Als ik nee zeg, ga je weg, hè? Nou, even dit opeten. En dan gaan we er weer wat leuks van maken. Trouwens, er is iets heel grappigs met Isa aan de hand. Check dit. De Pippi is er weer vandaag. Deze Pippi ook. Die is er altijd. Die is ook lief. Nu zijn we met haar aan het spelen. Papi, kijk. Met de grote tennisbal. Ik vind het zo leuk. Oh. Wat ben jij jaloers dan? Hey. Geniaal dit. Maar oké, ik wil net wat vertellen over jou, Is. Want er is iets heel wel leuks met jou. Wat dan? Nou, eigenlijk niet zo leuk, maar het is wel grappig. Want Isa die heeft heel veel keelpijn. Nu is ze afgelopen week geweest testen. 2 dagen geleden. Ze was negatief, dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Maar, nu heb jij een hele dikke keel hier zo. Mm. En soms doet het zoveel pijn, kan je gewoon bijna niet praten. Nee, maar het gaat nu wel weer iets beter dan net. Ja. En meestal in de ochtend of in de avond wordt het het ergst bij zulke dingen. Ja. Overdag gaat het dan wel. Dus het was helemaal fucked up. En Wappie is nog steeds bezig met de grote bal. Geniaal. Weet je wat ook leuk is om te doen vandaag, Is? Gaan we kijken of Wappie met ons verstoppertje wil spelen. Want Bumper die doet dat wel, maar ik weet dus niet of Wappie dat ook gaat doen. Ze luistert ook niet echt naar de maan. Nee, dus we gaan wel even proberen, kijken of ze ons kan gaan zoeken. Ja. Oké, als het goed is zit hiernaast, de kamer hiernaast zit Isa aan school te werken. Ik ga even proberen te laten schrikken. Oh, schatje. Je schrok wel heel erg. Weet je hoe lang ik daar al stond? Nee. Sorry. Waarom ben je nou aan het huilen? Oh, wat is er? Je snoeit helemaal. Pas op. Kom eens hier. Wat is er aan de hand? Waarom moet je nou huilen? Het is niet helemaal je dag, hè? Laat ik je ook nog schrikken. Het is gewoon niet mijn dag. Auw, auw. Wij wilden dus nog heel graag verstoppertje doen met Wappie. Maar Wappie is al naar huis. Hij is al weg.
Zij, moet ik eigenlijk zeggen. Oh, dat heb ik zo vaak. Ik weet zeker dat jullie dat ook hebben. Als je dus een huisdier hebt wat een hij is. En in dit geval is Bumper een hij. En je hebt dan een ander huisdier waar je de hele tijd over praat. Dan zeg je per ongeluk de hele tijd dat dat ook een hij is. Terwijl dat gewoon een zij moet zijn. Matig. Maar geen verstoptje meer, Bump. Wordt hem niet meer. Helaas. Ik vind het een beetje lui vandaag. Wat is er? Ik wil niet iets doen. Maar je moet wel iets doen. Oké, we hebben hier een hele volle kledingkast. En daar gaan we even wat aan doen. We gaan even alle kleren eruit halen. En dan gaan we weer eens kijken wat we weg kunnen doen. En dit heb ik al een keer eerder gedaan. Toen heb ik eigenlijk bijna alles kunnen verkopen. Ongeveer. Dus ja, binnenkort ga ik deze kleren die we nu weg willen doen, gaan we binnenkort weer ergens opzetten en kunnen jullie dat kopen. Maar dat vertel ik dan in een andere video, want we gaan het vandaag nog niet gelijk erop zetten. Maar we gaan het eerst even allemaal uitzoeken, hè? Yeah! Ja, jij wilde graag... Oh, keelpijn. Dat je veel pijn slikken doet. Ja, ik zag het. En dus praten. Oké, hou jij je bek maar, dan beginnen we gewoon. Hutsie. Hoppa. Zo. Nou, we zijn klaar. Dit moet allemaal weg. Stop. Heb je geen kleren meer? Nee, dit zijn al mijn kleren. Ongeveer. Maar we hebben de vorige keer echt al heel veel weggedaan. Ja, maar tot nu toe is dit mijn verzameling. We hebben hier truien, t-shirt met lange mouwen. En vooral nog sportkleren. We hebben hier nog broeken. En daar hebben we nog joggingsbroeken en dat hebben we eigenlijk in de aanbieding. Dus daar moeten we nu even een selectie uit maken. En we hebben hier nog een tas. Die hebben we al uitgezocht. Ja, dus die kunnen we ook nog verkopen. Goed, laten we beginnen. Wat is dit? Korte broek. Die vind je heel chill. Die is wel een beetje vies, dus die moet even in de was. Wat is dit? Dat is je azelsbroek. Die heb je wel afgeknipt. Oh, kan die nog, denk je? Ja, hè? Ja. Die bewaren we ook. Die wil ik ook houden. Deze is mijn Levi's. Mm-hmm. Die wil ik ook houden. Ja. Kijk wat een collectie ik heb, jongens. Ongelooflijk. Wacht, zal ik je even nog mijn eerste off-white shirt laten zien? Mm-hmm. Ik was dus ooit, zegt Don ook altijd, zegt hij, ja, je was wel altijd fan van die dingen kopen, weet je wel. Koopgierig in dit soort dingen. Mm-hmm. Nou, vroeger was dat wel een beetje zo. Kijk. Koopgierig? Ja, ik weet niet hoe die het dan... Is dat iets niet? Nee. Zo van snel dat je iets wil kopen, weet je wel, van die dingen. Impulsief. Nou, in ieder geval, ik wil dus heel graag een off-white shirt. Toen had ik deze gekocht. Ik wist al dat het oversized maat was. Toch bestelde ik een L. Slim. Maar dit is dus mijn eerste off-white shirt. Nou, na 3 keer was die helemaal naar de tyfus. Dus dat was helemaal nice. We hebben wel heel veel aangehad. Ja, wel blij mee geweest. Nu heb ik hem eigenlijk nooit meer aan, maar ik dacht dat hij kapot was, maar... Je kan hem echt nog wel aan. Oh, hier een klein gaatje. Ja, ik kan hem nog wel een keer weer aandoen, ja? Ja. Maar ik was hem ook een beetje vergeten. Zo, mooi. Maar dat was dus mijn eerste off-white shirt. Ja. Maar nu koop ik eigenlijk bijna nooit meer dure dingen, qua kleren. Je koopt überhaupt bijna nooit kleren. Ik koop eigenlijk nooit kleren. Levi's lange broek, die heb ik net nieuw volgens mij. Dus die wil ik houden. Deze wil ik denk ik niet houden. Doe die maar weg. Ja, dat denk ik ook. Dus die doen we dan weg. En kijk, hier hebben we het stapeltje wat we weg gaan doen. En dan hebben we hier dit wat ik wil houden. Mm. Oké, daily paper trui. Eigenlijk denk ik dat jij gewoon een hele nieuwe garderobe moet aanschaffen. Want volgens mij vind jij niks meer leuk als je in je kast hebt liggen. Goed, deze doen we weg. Goed, deze ook. Goed, deze ook. Die hebben wij samen gekocht. Ja, 3 jaar geleden. Nee. 2. Nee, toen hadden we nog geen verkering. Dan 3 jaar geleden dus. Ja, die heb jij voor, maar langer nog. Want die heb je voordat, naar New York, voordat jij naar New York ging, heb je die gekocht. Holy. Toen ging we samen naar de stad. Kijk hoe lang ik deze al heb dan, hè. Zal ik hem houden? Ja, maar ik weet niet of je hem nog past. Vroeger was ik dus... Kijk, ik was... Nee, vroeger was ik dus... Nee, ik was dus fan altijd eerst van lange t-shirts. Nou, maar echt heel lang, hè? Nee, jij hebt het weer over die ene jongen. Zo zie ik er echt wel als de oldschool kleren uit. Maar het past nog wel. Je bent echt zo schattig. Ja, maar jij herkent mij nu nog van zeg maar 2 jaar geleden. Zo, dit ziet er raar uit. Maar kijk, dit moet je niet als enige aan doen, hè? Dat is niet nice. Oh, sorry jongens, maar soms slik ik en dan doet het zoveel pijn. Oh, Isa kreunt even in de microfoon. Zo deed ik dan altijd. Ja. Deed ik een trui erover aan.
Ja. Vroeger had ik die tijd nog een petje? 94 pet. Oh ja, die deed ik ook veel op, ja. Maar in ieder geval, ik deed dus altijd longshirt. Op die foto waar ik jou heel knap vond. En dan doe ik altijd deze. Dan deed ik nog een trui erover. Mm-hmm. En dan wel een andere broek, maar dan deed ik altijd zo. Ja. Zo liep ik er vroeger 9 van 10 keer bij. Ja. Met een shirt en een hoodie. Vond ik veel te gaaf. Vroeger durfde ik geen joggingsbroek aan naar school. Nu, als we überhaupt school hebben, altijd joggingsbroek. Mm. Niet alleen als je school hebt. Nee, ik heb altijd een joggingbroek aan. Oh. Ik zag je balzak. Yo, Gio. Ik heb je trui nog, man. Dus, neem hem nog terug. Want dan ga ik hem verkopen. Verkopen, Gio. weg. Kijk, de stapel wordt groot al, hè? Holy. Mooi. En dit ook nog, hè? Ja, dat ook nog. Dus we hebben een goede stapel al. Nou, dat wil ik allemaal houden. En ja, hier nog. Schat, je doet letterlijk meer weg dan dat je houdt. Ja, dus? Dat is toch juist goed? Kijk nou. Ja. Zullen we ook gelijk even nieuwe kleren bestellen dan? Nee. Als we deze kleertjes dan weer even hebben opgeruimd, dan ga ik de rest gelijk ook even opruimen. Want het is hier echt een rotzooi. Nisa die ligt hier, want die heeft echt een shitdag. Zoveel keelpijn, ongekend. Maar nu heeft ze speciaal even een of andere thee. Dus hopelijk gaat dat werken. Maar het zit niet helemaal mee. En ik liet jou vandaag zo erg schrikken. Dat was ook echt heel leuk. Toen ging je ook huilen. Moet niet huilen, hè? Nou, bedje weer opgemaakt. Nou, laten we Isa meer met rust. En kijk, hier. Alle kleren die we dus binnenkort gaan verkopen. En dan laat ik dus weten in mijn vlog. Zet ik een linkje in de beschrijving. Maar ik weet nog niet precies wanneer dat is. Maar ik laat het sowieso op tijd aan jullie weten. En dan kunnen jullie die kopen. En dan gaan we hier dus naar mijn kast. Voor de mensen die het niet wisten. Dit is dus mijn kast. En kijk hoe leeg die is. Holy. Hij is in tijden niet zo leeg geweest. Ik heb hier gewoon alle t-shirts liggen. Hier truien. Hier lange mouwen. T-shirts-achtige truien. En hier ook lange mouwen t-shirts-achtige truien. Kunnen eigenlijk wel op elkaar. Maar voor nu ligt dat zo. Dus nice. Hebben we hier nog de broeken. Lange en korte broeken. Hier joggingsbroeken. En voor de rest in die laadjes zitten ook een paar kleren. Maar niet echt heel boeiend. Zo, wat is die leeg dan ineens, hè? Ongekend. Van boven ben ik nu weer beneden. En ik sta nu in mijn kamer. In mijn oude slaapkamer, om het eigenlijk te zeggen. Niet in mijn kamer. Ik sta in mijn oude slaapkamer. Ooit was deze kamer gewoon mijn slaapkamer. En daar heb ik hier wel even een clipje van. Waar zit het? Hier. Dit hebben we nodig. Dit hebben we nodig. Oké, snel. Shh, niet zeggen. Nou, geniaal. Dan zie je dus een beetje hoe deze kamer eruit zag voor mij. En nu is deze kamer iets heel erg anders. Namelijk... een nagelstudiohokje. Mijn moeder die is namelijk, die doet het een beetje als hobbyachtig. Doet ze een beetje nagels. En deze kamer is dus nu gewoon een nagelstudio geworden. En mijn moeder is daar best wel trots op. Die is er ook best wel druk mee geweest met hoe alles er nu uitziet. Kijk hoe nice hier met zo'n kast met allemaal nagellakjes. En hier zo'n hele muur. En die plankjes heeft ze dan helemaal zelf gemaakt. En dan heeft ze overal alvast een nageltje opgedaan. Zodat je weet hoe het eruit ziet. Kijk hoe nice. Heb je nog een kast. En dan hier, heeft ze ook helemaal gemaakt, heb je van die dingen, dan kan je het zien. Ik weet niet of dit bij elke nagelstudio is. Maar ja, dat wilde ik even aan jullie laten zien, omdat... ja, jullie zijn al lang niet in deze kamer geweest. Dus ik dacht, ik laat het eens zien. Zo ziet dat er nu uit. En mijn vader die is druk geweest met iets heel anders. Wij hebben hier nu namelijk 2 nieuwe deuren. We hadden hier eerst namelijk houten deuren en die waren eigenlijk precies hetzelfde als dit. Maar we hebben nu deze. En zoals Enzo laatst in zijn vlog zei, een beetje Amerikaanse... koelkast. Maar het ziet er echt nice uit. Dus die hebben wij nu ook nieuw in de keuken. Hij doet het niet. Plak daar. Ja. Oh. Nee, dat... gaan wij helemaal niet. Zo, die heb je zitten. Nou, hij doet het wel. Wij hebben met siroop erin zitten klooien. Ja, dus ik ga... Glapje. Ah, nee. Kan je een dom grapje maken? Kan je met de deur eruit vallen? Oeh. Kijk, dit is de oude deur. Zo zag hij er eerst uit. En hier zat dan die ijsblokjesmachine.
We hebben nu een nieuwe deur. Maar zat in de nieuwe deur wel al zo'n gat? Ja. Dit heb je zelf gedaan, denk ik. Ja. Ja, oké. Nou, we hebben weer genoeg gekloot in de keuken. Ik ga nu lekker naar Is toe. Samen met Is gaan we nu de auto in. We gaan naar haar toe. We gaan daar slapen. Want morgenochtend hebben we paasontbijt bij haar. Morgen is namelijk eerste paasdag. Dus dan gaan we daar even heen. Gaan we kuppen. Kuppen, ja. We gaan weer kuppen. Waarschijnlijk weet de helft nu niet waar ik het over heb. Maar dat komt morgen. We gaan de auto in. En het is dus zo. Het is niet helemaal je dag. En ook niet die van mij. We hebben allebei echt dat we... Oh, koud. Dat we de ene 5 minuten zijn we best wel... hè? En de andere 5 minuten... Iets anders eigenlijk. Ja, knap hè? Goed. Maar de ene 5 minuten denken we allebei zoiets van... Zijn we een beetje chagrijnig, moe, nergens zin in. Andere 5 minuten willen we heel graag dingen doen, maar weten we niet wat. Zo ging het de hele dag. Ik kom Isa aan. Kijk wat wij van je oma hebben gekregen. Dat is lief, ja, hè? Voor de Pasen. Ja, dat is toch lief? En schat, we hebben gewoon bijna 3 jaar verkering. Heel te lang. Zo lang? Dat is echt lang, hè? 6 april hebben we 3 jaar verkering. Gaan we ook wel even iets leuks doen. Voor hoever dat kan. Maar, voor nu gaan we dus lekker slapen. En morgen paasontbijtje. Jee, slaap lekker. Ja, slaap lekker. Tot morgen om 3:30. Lampje uit.